vandaag ga ik een video maken. Wat? Jij ook? Hé hey mensen, wij met z'n vieren gaan een video maken. Of gaan wij twee erin maken? Of zou ik alleen erin maken? Ik alleen is goed, hè? Ik ga zo biedt 5 pranks zeggen na de intro. Dit is Colin. Colin. Dit is Colin. Colin, ja, dat hè. Ik ga nu 5 pranks zeggen. En toes ook. Dat moet niet, maar boeien. Deze kan je zo hard trokken. Zie, je krijgt al brainstorm. Brainstorm. Maar oké. Let's begin. Prank nummer 1. Iemand komt net uit de douche of gaat zijn kleren pakken. Moet je je in de kast verstoppen? Ja, ik ga even kleren pakken, hè. Oké. Dat is de beste prank ever. Nu gaan we... Prank nummer 2. Let's the fun begin. Als er iemand slaapt, moet je een sok in zijn mond gooien. Zo. Met hem erin. Dat is de best prank ever. Ik ga geen voorproefje laten zien deze keer. Het gaat nogal snel vooruit, hè. Prank nummer 3. Schrijf een brief. Zoals iemand wil koffie. Dan maak je zo'n brief met koffie. Nee, maar wel appelsap van Nono met kers. Ja. Van Mr. Fruitschoot. Ik heb het op de bureau gelegd. Hij zal lekker verschieten. Even later. Het is een goede dag vandaag, hè? Wat is dat hier? Dus geen koffie voor mij. Nee. Maar wel appelsap van Nono met kers. Bevat appel en kers voor allergieën. Nono appelsap met kers. Extra vies. Ik bedoel lekker. Ja, speciaal van meester Fruitschoot. Meneer Fruitschoot. Is dit de camera? Nee, dat is gewoon mijn lamp. Wat dacht ik? Prank nummer 4. Auw, dat deed pijn. Wat boeien. Tijd voor een woordgrap. Wat heb ik in grote mond? Doe een belprink. Ik heb mijn telefoon. Ja, wacht, ik moet eerst nog bellen. Wel, hè? Ik ga de pizzeria. Nee, ik ga in mijn ding. Ja, Loes, pizzeria, twee margarita en zo'n stukje. Hallo? Afgelegd. Ja, prank nummer 5 is spijtig de laatste. Ik zal het misschien nog gaan eens doen. Laat ze de Scary Maze game spelen of niks. Of iets engs, of een eng video. Dit keer ook geen voorproef, want ik heb geen stom idee welke ik dan zou doen. Maar, ik heb niks te zeggen, of toch wel. Doe deze grappen op eigen risico. Als je het zo doet en je zit in de nesten, problemen, is niet mijn schuld. Of misschien een klein beetje, maar... I don't care. I love this. Waarom begin ik weer te zingen? Yo, dag.
abonneer mij en like deze video. En ik zal misschien meer doen. En hier komt nog de Brofist.